Karel, als oud-schoolmeester ligt het vertellen van verhalen u natuurlijk na aan het hart. Het is niet vreemd dat u door de jaren heen een geheel eigen stijl heeft ontwikkeld die verhalen voor alle toorders levendig maakt. Uw stijl van vertellen werd niet alleen door de kinderen van uw eigen school gewaardeerd, maar ook door vele anderen. Sinds 1990 richt u zich volledig op het vertellen van verhalen op scholen, ouderencentra en andere locaties in Amsterdam. Zoals het Verzetsmuseum, waar ik u heb leren kennen. En waar ik gezien heb hoe uw persoonlijke verhaal alle 100 aanwezigen tot tranen toe beroerde. U bezoekt honderden Amsterdammers om naar hun verhalen over de stad te luisteren en deze dan aan een eigen verzameling toe te voegen. U heeft met hulp van koffers vol hoofddeksels en kostuums een manier gevonden om de verhalen levend te maken en over de geschiedenis, het leven en de relatie tussen mensen onderling in de stad te vertellen. U weet met uw unieke stijl van vertellen een beeld te schetsen dat ook iedereen begrijpt. U weet een onderwerp zo neer te zetten dat het als gezegd ontroert, maar ook amuseert, waardoor het verhaal altijd blijft hangen. Dankzij uw inzet gaan de mooie, ontroerende en grappige verhalen over de stad niet verloren en leren nieuwe generaties hun stad beter kennen. Meneer Baradj, u bent benoemd tot lid in de Orde van Oranje. De heer Bakker.